Universiteit van Nederland. Legt uit. Wat gebeurt er in je lichaam bij een burn-out? Als het gaat over stress, dan lukt het de meeste mensen eigenlijk best goed om in balans te blijven. Ik zal dat uitleggen. Als je te weinig doet, te weinig prikkels krijgt, kan het zijn dat je gevoelens krijgt van ongenoegen, dat je niet goed in je vel zit. Je kunt je zelfs gaan vervelen. En als je helemaal niks doet, je zit de hele dag op de bank, dan kun je zelfs een bore-out krijgen. Als je te weinig stress hebt, is dat ook niet goed voor je psychische gezondheid. Maar te veel stress kun je ook last van krijgen. Je kunt vermoeid raken, je kunt zelfs uitgeput raken. En als je helemaal crasht, kun je zelfs een burn-out krijgen. Maar gelukkig zitten we meestal in het groene gedeelte en voelen we ons prima. En dat komt door onze verdedigingslinie, onze stressreactie, ons stressorkest. Ieder van jullie heeft een stressorkest, wat eigenlijk al vanaf je geboorte samenspeelt, veel oefent en goed op elkaar ingespeeld is en zorgt dat als je te maken krijgt met stress, daar goed op kunt reageren en in balans kan blijven. Hoeveel stress je hebt, verschilt nogal gedurende je leven. Soms gaat het leven zoals dit simpele stuk, er komt niet zoveel op je af en het gaat wel. Maar soms, zo kun je aan dit drukke stuk zien, krijg je het flink voor je kiezen. Als het gaat over stress, heeft iedereen zijn eigen stressorkest. Sommige mensen hebben een hele grote groene zone. Wat je ziet, dat ze eigenlijk heel veel stress aankunnen en pas bij heel veel stress uit balans beginnen te raken. En andere mensen hebben juist het tegenovergestelde. Namelijk dat ze bij weinig stress al uit balans raken en heel snel al in de rode zone komen. En hun stressorkest eigenlijk crasht. Net zoals een orkest bestaat uit verschillende instrumenten, bestaat ons stressorkest uit verschillende lagen die allemaal kunnen bijdragen dat we kunnen crashen en een burn-out kunnen krijgen. Het eerste deel is de biologie. Dat gaat over onze genen, ons DNA, wat je van je ouders hebt meegekregen. Dat bepaalt ook je stressgevoeligheid. Maar het gaat ook over heel veel boodschapperstofjes die in ons brein en ons lichaam zitten. Bijvoorbeeld adrenaline, een belangrijk stresshormoon wat ervoor zorgt dat je op stress gelijk kan reageren. Maar ook het stresshormoon cortisol, wat ervoor zorgt dat je daarna weer ontspant en tot rust komt. Qua biologie, hoe je reageert op stress, betekent eerst je stressorkest moet aan, moet spelen en moet daarna weer tot rust komen. Dus het is eigenlijk een heel bewegelijk, een heel dynamisch proces. Op het moment dat je te veel stress krijgt en je stresssysteem crasht en overbelast raakt, gaat die rek, die veerkracht en eigenlijk die bewegelijkheid van de reactie gaat eruit. Dus je bent niet meer goed in staat om te reageren op stress. De tweede muzikant is de psychologie. Met andere woorden, hoe zit je als mens in elkaar? De ene persoon is optimistisch en ziet het leven eigenlijk positief in. En de andere persoon ziet eigenlijk het glas al heel snel half leeg. En dat weten we ook uit de wetenschappelijke literatuur, dat als mensen heel optimistisch zijn, dat ze ook beter kunnen tegen een operatie en ook sneller herstellen. Maar iedereen heeft een grens. Stress kan zoveel of zo heftig worden dat zelfs de grootste optimist onderuit kan gaan. En de laatste, onze omgeving. Je omgeving bepaalt eigenlijk wat er allemaal op je afkomt. Deadlines op je werk, relatieproblemen, financiële problemen, een verhuizing, een promotie. Als je het zo opsomt, komt er ongelooflijk veel op je af. En ook al reageren we op stress als één persoon, ondertussen gebeurt er van alles in alle drie de delen. Als stress bij mensen te veel wordt en ze gaan richting het breekpunt van het stressorkest, dan merk je dat vaak ook. Je kan bijvoorbeeld wakker liggen 's nachts. Je kan heel boos en geprikkeld zijn. Of je kan je terugtrekken, je kan meer alcohol drinken, je kan buikpijn krijgen, hoofdpijn. Een stressorkest onder druk kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. En als je stressorkest onder druk staat, dan kan soms een druppel genoeg zijn om de emmer te doen overlopen. En als die te lang doorgaat, dan zal het zelfs crashen. Als je stressorkest gecrasht is en je ziek thuis zit met een burn-out, dan is de vraag, hoe gaat je stressorkest weer spelen? Het goede nieuws is, heel vaak lukt dat wel, maar het kost tijd. Want als je stressorkest eenmaal in elkaar is geklapt en gecrasht, dan heeft het tijd nodig om weer met elkaar te leren spelen. Misschien moet er wel wat reparatie plaatsvinden. Dat betekent dat je ook kunt leren van waarom je gecrasht bent. Dat vraagt dus dat je bij jezelf nadenkt, waar ging het mis? En onthoud, als het niet gaat, vraag mensen om je heen om hulp. En weet dat je stressorkest altijd voor je klaar staat om je te helpen. Maar wees er ook op tijd bij als je stressorkest onder druk staat. Zijn nicotinezakjes en snus een veilig alternatief voor gewone sigaretten? Nee. Deze zakjes zijn allesbehalve onschuldig. Ik ben Danielle, medisch specialist, en in de volgende aflevering vertel ik hoe schadelijk die zakjes precies zijn.